Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vakantiepark en Speelstad Oranje. Goedendag meneer. Hallo. Ik ben van de Focus TV Zomertour. Ja. Wat is het hier toch druk? Wat gebeurt hier allemaal? Ja, het is hier de fietsvierdaagse van Laan. Oh, maar dan moet ik zeker daar bij die tent zijn, of niet? Ja. Oké. Okay. Nou, hier is een fietsvierdaagse aan het spelen. Oké, het is wel druk, hè? Ja, het begint te lopen. Ja, het was gisteren natuurlijk een beetje minder met het weer, maar we hopen toch vandaag een beetje meer dagjes mensen erbij op het parcours te krijgen. Ja, want wat is er zo bijzonder aan deze fietsvierdaagse? Nou, wat is het bijzonder eraan? Het is nu de 20e keer, voor het 20e jaar. Dus het is eigenlijk een jubileum. En ja, wat is er zo bijzonder aan? Het is gewoon een thema feest, het is gewoon gezellig. Goedendag meneer. Weet u waar de route naartoe gaat? Jazeker. Waar gaat die heen dan? Naar het eindpunt. Ah, waar is dat? Dat is ook weer hier, hè? Dat is ook weer hier, ja. Maar weet u waar u onderweg allemaal langskomt? Nou, dat zal ik wel eens even zien. Weet u het wel? Het ligt aan welke route u fietst. Hoeveel kilometer fietst u? 40. Oké, okay, van 40 zijn twee routes, hè? 40, ja. Ja, geel. En volgende week word ik je 90, dus dan mag je dat ook weten. Zo, dat is knap. Ja. Is dit uw echte zomergevoel? Nou, het kan beter, het kan beter. U staat klaar om te starten? Ik ben bijna klaar, ja. Oké, okay. Waar gaat de route heen vandaag? Ik heb geen idee. Ik moet de route nog ophouden. Want jullie hebben twee hondjes meegenomen. En wat vinden de hondjes ervan? Nou, gisteren vonden ze het niet zo lekker. Net zo min als de baasjes. Ja, het was regend, hè? No. En goed georganiseerd. De paarden staan allemaal op tijd overal. En je krijgt dat witte blaadje moet je wel meenemen, hè? Daar staat eigenlijk alles op van wat je onderweg allemaal tegenkomt. Wat er al is. Jaartallen, et cetera. En zo. Dus dat is wel heel erg leuk. Ja, dit is Moppie en dat is Rakker. Oké, okay, waarom neemt u ze mee? Omdat we ze thuis niet... kunnen neerzetten? Ja, dan moet je weer oppas zoeken. Waarom moet je oppas zoeken terwijl je de hond ook kan mee laten genieten? Ja, maar de hond vermaakt zich ook wel. Ja, want het is meestal als ze wegfietsen, zit zij met de snuit daarvoor. Dus zo te kijken, zo. Oh, spannend, hè? Wie dat mij baas, wie dat mij baas, wie dat mij baas van daden. Ik heb de band vol met vis, die ik heb ja niks te klagen. Wie dat mij baas, wie dat mij baas, wie dat mij baas van daden. Ik zal als zeggen, ja. Goedendag. Goedemorgen. We zijn van de Focus TV Zomertour. Oké. Kunnen jullie ons wat tips geven hoe je de dieren in de zomer moet verzorgen? Ja, dat denk ik wel. Toevallig is de dierenarts net met een hond bezig. Dus misschien kan ze daar wat laten zien. Ja, is goed. Ja, mag je wel door die deur? Oh ja. Kom naar hem toe. Oh, kijk. Oh. Hallo. Goedemorgen. Wij zijn van de Focus TV Zomertour. En kunt u ons een paar tips geven hoe je dieren in de zomer het best kunt verzorgen als het zo warm is? Nou ja, honden en katten en alle dieren kunnen eigenlijk ook wel last hebben van de hitte. Het is ook belangrijk dat dieren ook in de schaduw kunnen komen bijvoorbeeld. Genoeg water drinken. Hond bijvoorbeeld niet... helemaal op het heetste van de dag uitlaten. Dus 's ochtends vroeg lekker uitlaten, 's avonds laat. En de hond niet in de auto laten zitten bijvoorbeeld. Een paar uur in een hete auto kan al voor een hond echt heel gevaarlijk zijn. En lekker zwemmen vinden ze soms ook fijn. Hè? Zijn er ook nog een paar tips en trucs om het de hond of een ander beest aangenaam te maken? Nou, lekker in de schaduw laten liggen. Voor honden zijn bijvoorbeeld ook halsbanden te koop die je kan koelen. Of vestjes met koel gel erin of waar je ook koele elementen in kan doen. En nou ja, lekker zwemmen kan voor de hond lekker zijn. En genoeg voldoende drinkwater natuurlijk.
wel veel mensen die komen voor vlooienmiddelen en tekenmiddelen. Dat is natuurlijk ook iets wat in de zomer heel veel voorkomt. Daar komen mensen veel voor. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we in de zomer qua ziektebeelden tegenkomen. Zag ik net bij de fietsvierdaagse dat ook een aantal mensen de hond meenemen in een mandje voor op de fiets. Ja. Kunt u dat aanraden of raadt u dat af? Nou, met dit weer zoals het nu vandaag is, kan het prima. Als het echt 30-35 graden is, zou ik dat niet doen. Maar zoals met dit weer, als het 25 graden is, dan gaat dat prima. Wat is dit voor? Goedendag, we zijn van de Focus TV Zomertour. Oh, dat kleine beetje. Oh ja, leuk. Ja? Hoe gaat het tot nu toe met stempelen? Heel goed hoor. Ja, is druk? Ja, nou, het loopt goed. Oké. Okay. Ja. Wat is nou zo leuk aan de fietsvierdaagse? De gezelligheid. Mensen komen van alle delen van ons land. We hebben net met Drentse gepraat. Leuk. Mm-hmm. En we moeten nog veel doen vandaag? Nou, we zitten... We hebben er ongeveer een kleine 100 en we verwachten er ongeveer 600, denk ik. Hè? 600, dus er moet er nog een heleboel komen. Goedemorgen, dames. Goedemorgen. Jullie doen vast mee aan de fietsvierdaagse, of niet? Ja, één dag maar weer. Oh, en? Ik vier. U vier. Hoe bevalt het? Uitstekend. Oh. De dag van gisteren was helemaal perfect. Met dat regen erbij? Ja. Voelt u dat fijn? Oh, ik vind het niet erg. Oké, nu zitten we hier in Gorssel. Even pauze aan het houden. Ja. Was u eraan toe? Nou, nee, ja, nog niet. Oh, maar het is wel lekker, toch? Zo'n stukje appeltaart en een beetje koffie? Zeker. En maar ik fiets normaal gesproken de 60. En dit is de 40. Oh, dat doet u met twee vingers in de neus. Jawel. Kijk. En was het een mooie route vandaag tot nu toe? Ja, heel mooi. Ik ga ze een stempeltje geven. En ze komen met een stempelkaart. En daar zetten we een stempel op. En als ze dan straks in de tent terugkomen, dan krijgen ze ook weer een stempel. En u zet allemaal streepjes voor? En ik doe maar zo voor de aardigheid turven. Turven noemen we dat. Ah, kijk. Dan weten we ongeveer hoeveel of we er krijgen die dag. Wat is uw favoriete zomernummer? Ja, ik weet niet of dit echt een zomernummer is, maar ik vind altijd van Jan Smit Vrienden voor het Leven vind ik wel een leuk nummer. Vamos a la playa, hoe lekker de dugout, dat kan ook, dat is leuk.
calor, esta máquina bailando. Vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Baila, 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 baila. You know we go where the feeling is right. You know we go where the groove is hot. You know we go where the feeling is right. Feeling is right, feeling is right. Vamos a la playa. Het programma werd mede mogelijk gemaakt door Vakantiepark en Speelstad Oranje.